Ja, hier is Vissie weer en ik ben hier natuurlijk met Remco. En welkom bij deze tweede halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en ja, FC Bayern. Of Bayern München, ik weet niet hoe ze genoemd willen worden tegenwoordig. Maar ik neem je tomaten tomato. Oké, maar welkom in ieder geval. En 2-1 geworden vorige keer voor Real. Nou, zet het totootje in voor de halve finales. Ja. Wie gaat door? Voor het lastig zal, denk ik. Ja, wie gaat door in de halve finales? Want in allebei de wedstrijden, zeg maar. Ik denk dat de finale nu wordt Liverpool-Real. Oké, en dan gaat Real waarschijnlijk winnen? Maar ik hoop het niet. Ik hoop Liverpool-Bayern. En dan gaat Real voor de vierde keer op rij winnen, ja. Het zou wel echt een... Ik doe het nog heel moeilijk. Of de derde keer op rij. Nee, voor mij loopt het niet te lucht. Voor mij drie keer op rij. Oké, nou dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval zijn wel veel gewonnen. Zie ik eigenlijk niet zo gauw doen meer. Drie keer op rij winnen. Nee. We gaan het gewoon zien. Jongens, laat je voorspelling achter bij de comments. Dan gaan we. Fully rush. 2-0 moet het dus worden voor Bayern. Dan zijn ze alsnog door. En als ik twee keer scoor, sowieso geen verlenging. Lekkere snelle spelers! Ja, lekker dat bij mij gewoon een man weer helemaal buitenspel blijft liggen. Nee, dit is heel slecht. Oh! Hallo, ik wil gewoon op Pasen. Ja, toch heb ik ook veel snelle spelers op de vleugel staan. Nou, jongens. Godkleer! Was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Robert Lewandowski. Waar ligt de ruimte? De bal gaat met de lob richting Rodriguez. Oh. Vage bal was dat, hé. Hij kopt hem terug. Vaag lobbend. Zo, ik zit er Ronaldo van de bal daar. Ach, kutzooi. Als je hem hapte, was hij misschien wel er langs gekomen. Oeh. Offside! Hè? Specialty. En dus. Nee, scheids! Ik wil voluit! Nou, nah. Mijn man voor de keeper staat, daar kan ik toch niks aan doen? De poppetje been toch helemaal niet? Ai! Dat was ook niet de bedoeling. Och, echt. Wat een kneuzebal. Nee, ja. Jongens. Nee! Scheids, voor mij is hij niet helemaal van over de lijn. Dat zou ik wel willen zien met doellijntechnologie. Nee, echt. Ach, blijf op je poten staan. Nee! Zo. Robert Lewandowski. Nou, gaan we weer. Weer achterstand goed maken. Kut, ik wil hem eigenlijk voorslingeren gewoon. Nou, het is echt een heel slechte bal. Maar ik kost wel tijd dit. Ja, dit nog meer. Ja, ik heb deze helft al bijna opgegeven. Ik ga voor de tweede helft. Quarantin Tolisso. We gaan gewoon Robben en Ribéry erin, ook al zijn ze niet eens fit. Nog steeds aan het dribbelen. Nee, oh, te vroeg of te laat bedoel ik. Nee. Ja, even mijn lichaam ervoor. Bij mij is het allemaal zo langzaam. Hey, stuk uit. Heb ik dat wel nog? Oké. Ik wil niet weten, ik schat het tegen jou op, of niet? Nou, we remmen eruit. Oh! Oeh, dat was bijna met game set en match. Oh, oh. Je hebt hem nog. Ik kan niet opstaan! Oh. Ik kan niet opstaan! Wat? Buitenspel! Meteen lat ook. Ronaldo meteen lat ook. Ja. Nee, oh, ik ben tegen gouden scheids.
Op Müller. Nee, is Müller helemaal niet Lewandowski. Waar staat Müller dan? Hij staat daarachter. Dan gaan we nieuwe tactiek, nieuwe helft. Nieuwe helft, nieuwe kansen, zegt ze altijd. Zo. What the fuck? Tering. Wat? Nee, scheid. Ah, wat mooi dit? Ja, maar dit is Bayern München. Het is niet DOS of zo. Of AMG of VV. Het is gewoon fucking... Bayern München kan die bal niet aannemen. Nee, dat is echt zo dom. Hey! Oh, alsjeblieft. No, wippetje. Wat? Wat gebeurde er? Ik had opeens een paniek in dat deken. Ik druk gewoon op A naar boven en dan schiet weg de tribune in. De hoek krijgt om een keer een bal aangeraakt. Oh. Keur, echt een, ook voor de kilometer zie je het weer. Ik ben echt zo dom. Hallo, hallo! Nou, kijk, dit bedoel ik. Dit is een bal ook de hele tijd. Een paar seconden tegen mijn hak aan. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat... Nee, ik wil hem gewoon doorgeven. Real Madrid mag door, want de scheidsrechter geeft voordeel. Oh, nee, alsjeblieft. Nou, ga hem counter, bedankt scheids. Geen voordeel, heb ik al lang niet meer scheids. Je mag gewoon affluiten als ik nog niks doe. Wat een actie. Wordt dit een doelpunt? Ja. Keeper opeens gewoon weggaan, hij heeft toch niks. Of hij gaat erin, of hij gaat op de lat, dus dat maakt ook niet uit. Jezus. Ja, ik denk dat het nog steeds een kostbaar challenge iets is, maar dat is al lang uit volgens mij. Ruimte nu voor Bayern München in de voordeelsituatie. Is het nou? Nou, het duurt allemaal zo lang. Maar ook mijn spelers sluiten niet bij. Jezus. Ik moet eigenlijk alweer voor het loppie gaan en dan weet ik dat het weer mislukt was. Ja, joh, een hakje. Doe een hakkie. Nog 10 minuten te gaan. Ja. Isco met een prima steekpas. Ja, kut. Ik. Nee! 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 Ik druk op X, ik had mijn controle half neer en ik dacht, hij gaat hier weer zitten. Dus ik leg mijn controle weg. Opeens had ik de bal. Ongelooflijk. Ik had hem gewoon. Eén wat ik doe was naar boven X, maar ik had mijn controle niet meer vast. Hé, zo. Het voordeel is, ik moet er nog steeds met 3 scoren. Nee, wat een bullshit. Ik ben helemaal gek langzaam. Oh. Nee, tuurlijk niet, want die bal is ook weer verneukt. Nou, schrijf. Nou. Dan maar gewoon 1 vrij trap. Gewoon om het mooi af te sluiten. Ja, Alaba! Mag je niet dwars door het midden, maar dat geldt te zijn, hè? Oh, hij gaat via jou! Via Modric. Maakt niet uit, vrij trappie is vrij trappie. Nou, lekker laat. Sergio Ramos. Hoor je dat? Ik krijg gameclip en dan gaat Skype geluid af. Oh nee, hoor ik niet hoor. Oh nou, maar ik hoor het wel. Gaat hij uithalen? Nou, chanceless. Zo. Ja, ik moest nog wel winnen voor die miljoenen extra. Ja. Als je wint. Dat heeft Madrid nodig. Dat is toch lekker, dat je gewoon kan voetballen echt voor de prestige, omdat je het geld eigenlijk toch niet nodig hebt. Nee, precies. Maar ja.
Nou ja, je hebt die schoten op doel en 10 schoten, maar die op de lat tellen niet als op doel. Nee, dus twee keer op lat geschoten ik. Twee keer op lat, maar... Dus het was al met al wel terecht dat ik won. Ja. Nou jongens, vergeet dus niet een like te geven op deze video. En laat dus even bij de comments achter wie gaat er de Champions League winnen. Laat het even achter. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. En later.